We laten u zien hoe u pizzadeeg voor de perfecte pizza maakt. We maken deeg voor 3 à 4 pizza's. Het duurt ongeveer 30 minuten. Voor het pizzadeeg hebben we nodig water, gist, zeezout, extra vierge olijfolie en pizzabloem die veel gluten bevat. Gluten zorgen voor elasticiteit en dat het deeg goed rijst, wat zeer belangrijk is. Eerst zeven we de bloem. Dan mengen we de gist met lauwwarm water. In een andere kom lossen wij het zout op in een beetje water. We leggen de bloem in een hoop op het werkblad en maken er met onze hand een kuil in. We voegen het mengsel van gist en water toe en mengen het met de bloem. Nu voegen we het zout water toe en beginnen met kneden. We voegen wat olijfolie toe en kneden het deeg tot het elastisch is. Verdeel het deeg in gelijke porties met een deegsnijder of met de hand. Nu moet het deeg rijzen, daarom leggen we het voor een paar uur op een koele plek. Laat het als het kan zelfs een hele nacht rijzen. Op die manier kan het deeg langzaam en volledig rijzen en wordt de pizza knapperig. Onze tip? Het deeg rijst sneller als je een halve lepel suiker aan de gist toevoegt. Op een warme plek rijst het deeg zoal in 30 minuten. Het deeg is voldoende gerezen wanneer het ongeveer verdubbeld is in grootte. Het deeg is nu klaar om gebruikt te worden. We kunnen er een pizza van maken, pizzarolletjes, stokbrood of broodstengels. Bezoek voor meer inspiratie en bereidingstips onze website.